We nemen u mee naar Friesland. Om precies te zijn, Noordoost-Friesland. Gemeente Kolmerland cum annexis. Dat is Latijn voor wat erbij hoort. In dit geval Nieuw-Kruisland, het gebied wat achter dit verzetsmonument verscholen ligt. Hier begint ook het Nationale Park Lauwersmeer. Een uniek natuurgebied dat doorloopt tot de Waddenzee. Hier kan je heerlijk wandelen en recreëren. In 1969 is de Lauwerszee gedempt en is dit zoet water geworden. De oude zeedijk met het contributiehuisje is daar nog van over. Achter deze dijk ligt het dorpje Kolmerpomp, ook wel De Pomp genoemd. Het dorp heeft ongeveer 500 inwoners. Ook staat hier de Westermolen die uit 1845 stamt. In deze mooie omgeving kun je prachtig wonen. En veel huizen hebben hier een mooi uitzicht op. Ja jongens, hartstikke leuk hoor, maar hier is toch niets te beleven. Dat denk je. Misschien is het wel zo de indruk die je krijgt als je door het dorp loopt. Maar in principe is hier van alles te beleven altijd. Zoals? We hebben een dorpshuis, we hebben een school, we hebben heel veel verenigingen. We hebben allerhande bedrijven hier in het dorp. Wat je niet zou zeggen, maar toch zijn er best wel veel bedrijven hier in het dorp. Oké. Hey, een autogarage. Altijd handig. We hebben een kinderopvang, Pompidou. Dus ja, peuterschaal, het is echt... En dan ja, het verenigingsleven. En is hier wat te doen in het dorpshuis, zijn we allemaal met elkaar. Het is echt een super dorp om te wonen. Dorpshuis, wat houdt dat in? Dorpshuis, Trichtpunt, dat is weekends open. Vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond. En dan komen we allemaal gezellig bij elkaar, zowel jong als oud. Iedereen zit aan de bar en die haalt er een frietje en wat dan ook maar. Oké. En op de basisschool zitten op dit moment rond de 45 leerlingen. Dat is gewoon super. We hebben hele jonge kinderen allemaal. We hebben echt een jonge buurt. Wat dat gaat is het dorp heel erg verjongd de laatste jaren. Er zijn heel veel kinderen geboren en daardoor bloeit de basisschool ook weer. En daardoor heb je natuurlijk ook de Pompidou heel goed loopt. We hebben de peuterschool die heel goed loopt. Zelfs een wachtlijst op de peuterschool. Dus het is gewoon geweldig hier zo. Feest? Wat voor feest? We hebben net de feestweek achter de rug en dat is gewoon een geweldig feest. Nou, we beginnen altijd met het dorp versieren. Iedere buurt is bezig om het dorp hartstikke mooi te versieren, de straat te versieren. En dan beginnen we vaak dinsdags met de sterrit. Woensdags hebben we buikschuiven gedaan. En het hoogtepunt van dit jaar was de versierde wagens. En dat was ook weer super. We hadden 14 wagens. Het zag er allemaal perfect uit. Hartstikke mooie wagens. Iedereen doet mee, jong en oud. Er waren 2 jeugdwagens, ook weer super. Dus wat de ouderen beginnen, pakt de jeugd weer op. Dus het gaat gewoon hartstikke goed, inderdaad. Ja. Maar geen winkels? Nee, we hebben hier geen winkels. Maar in principe zijn we 5 minuten in Kolm en dan kunnen we alles krijgen. En wil je bijvoorbeeld een keertje naar de stad, dan zit je hier super centraal. Want we zitten een half uurtje van Groningen, een half uurtje van Leeuwarden en een half uurtje van Drachten. Dus alles is op afstand, alles is te bereiden. Dus het is gewoon super ideaal. En wil je weer de drukte ontvluchten, dan ga je weer terug naar ons dorp. Dat is beter kan je niet krijgen. Duidelijk verhaal, Klaske. Mooie omgeving, fijn wonen, gezelligheid voor jong en oud. Rustig gelegen, maar toch in de buurt van steden en winkels. Wonen in De Pomp. Helemaal zo gek nog niet.